Jeroen Streppel, allereerst gefeliciteerd met deze overwinning. Dank u. Jouw hart ligt ook natuurlijk een gedeelte bij Helmond Sport. Wat dacht je toen het 3-3 werd? Mijn hart ligt in Helmond, ja. En tegenwoordig ligt mijn hart in Kerkrade. Ja. Dat klopt. Ik moet eerlijk zeggen, ja, dat had ik wel aanzien komen. Als je zo verdedigt, na een half uur begon het al. Dat was begonnen al vol rust. Toen hadden we al een paar waarschuwingsschoten gehad. Ja jongens, het slaat helemaal nergens op. Ja. Het eerste half uur was wel heel erg mooi. Ja. Ik wil ook zeggen, ja, van 3-0 naar 3-3, ja, dat is dan jammer. Want het waren inderdaad mooie doelpunten. Ja, we hebben fantastische doelpunten gemaakt. Ja. Zeker. Ja. Hoe kijk je nou verder? Er zijn nog 3 wedstrijden te spelen. Je stijgt maar een plaats op de ranglijst. Ja. Ja, en nou die laatste wedstrijden nog. Laat Volendam maar eens winnen dan. Hè? En dan moeten we van de week naar Emmen en dan zien we het weer. Hoe ga je, met welk gevoel ga je naar Emmen? Want zij zijn gepromoveerd. Ja, groot compliment. Verdient als je zoveel punten haalt en soeverein speelt en wint, is ontzettend knap nadat je gedegradeerd bent. Dat is niet zo makkelijk. En ze zijn rustig gebleven en alle complimenten voor Emmen. Dat had je zelf ook kunnen staan, denk ik. Ja, daar staan we niet, moeten we niet moeilijk over doen. We staan waar we staan, dus nogmaals compliment aan Emmen. Hoe ga je nou verder kijken naar die play-offs? Nou, we hebben nog 3 wedstrijden, dus laten we wedstrijd tot wedstrijd doen, hoe raar dat ook klinkt. Maar en natuurlijk zijn we met een groter geheel bezig en dat is... Nou, dat is... Dat is mooi. We zijn met iets moois bezig en laten we van de week tegen Emmen er een mooie wedstrijd van maken. Er zit wel heel veel perspectief in bij Roda. Ja, dat vind ik wel. En er zitten ook heel veel goede dingen in. Er zitten ook veel dingen in die beter moeten en beter kunnen, denk ik. Maar laten we niet klagen.